Een heus degradatieduel op het kasteel in Rotterdam. 1 punt verschil slechts op de ranglijst tussen nummer 17 Jong Sparta en nummer 16 TEC. Mooie paas van Paco van Morsel op Dervisoglu. Die probeert hem over Van der Sman heen te wippen. Maar de bal is een makkelijke prooi voor de doelman van TEC. Op een matig gevuld kasteel. Disveld. Geeft de bal af. Lange bal op Wimilio Vink. En die probeert het een keer in de korte hoek. Goede poging. De eerste van de wedstrijd voor TEC. Fabri, de doelman van Sparta. Die Jansen op de bank houdt, redt. Spel golft op en neer in de openingsfase. Schot van afstand, goede redding van der Smallen in de rebound. Is het onmogelijk maar waar. De Winter kop naast. Praktisch voor open goal. En zo blijft het 0-0. Goeie lange bal op Dervisoglu. Draait maar weer eens een keer om zijn tegenstander heen. Van der Sman in extremis met de vingertoppen. Goed schot van de spits van Jong Sparta, maar de redding is nog fraaier. Opening achter Holder. Op slag van rust. Robbie Holder maakte vorige week nog een aansluitingstreffer. Was niet genoeg voor een punt voor TEC. Nu de paas op Shaki Son. Die mag door. En een voorzet achter Korts gespeeld. Breedijk maakte wel een hoekschop van. Voor de ploeg van Gerry Vink. Vink met de corner. En Korts loopt hem binnen. Hoeft er bijna niets aan te doen, Serhat Korts. Maar maakt wel zijn zesde van het seizoen. 0-1 voor TEC. Vlak voor rust. De corner van Wimilio Vink. En Serhat Korts, ja, hij weet niet eens dat hij de bal tegen zich aan krijgt. Maar maakt de goal wel. In de tweede helft. Net geen redding nodig van Van der Sman. Goeie vrije trap. De bal komt tegen de lat. Jong Sparta moet. Anders wordt het gat 4 punten met de Tielenaren. Dervisoglu. Tegenover Disveld. Draait zich knap vrij. De paas is mooi. Haroui door de benen van Van der Sman. Na 7 minuten in de tweede helft is de stand weer gelijk. En klinkt de hymne op het kasteel. Goeie paas van Dervisoglu. Die een prima wedstrijd speelt. Haroui, de aanvoerder van Jong Sparta, maakt het af. Klap. Van Morsel geeft mee aan invaller Bukari. Bal wordt weggekopt. Van Morsel in de handen van Van der Sman. Ja, Van Morsel na een weekje afwezigheid weer actief bij Jong Sparta. In de slotfase van het duel. Een duel dat stevast in een gelijkspel eindigt als we naar de geschiedenisboeken kijken. Komt er nu wel een winnaar. Dervisoglu, Haroui, ja, de winnaar komt nog. In de laatste minuut van de wedstrijd. Maakt Haroui zijn tweede van de middag, zijn zesde van het seizoen. En schiet hij Jong Sparta voorbij TEC. Niet alleen in deze wedstrijd, maar ook op de ranglijst.